Hallo allemaal, daar zijn we weer. Vandaag bespreken we weer het abstract expressionisme. Alleen vandaag leggen we ons toe op het abstract expressionisme in Europa. En die periode loopt van pakweg 1940 tot 1959. Het abstract expressionisme in Europa verschilt niet heel veel van het abstract expressionisme in Amerika. Ook hier draait het om het gevoel. Alleen een heleboel kunstenaars in Europa die wenden zich af van de schilderstradities of de geldende stromingen op dat moment en richten zich op de tekeningen van kinderen, de tekeningen van geesteszieken, primitieve volkskunst en kunst van primitieve culturen, bijvoorbeeld Afrikaanse culturen. Bij hun draait het vooral om de spontane weergave van gevoelens. En daar hebben we het weer, expressionisme, gevoelens. En dan in voornamelijk abstracte kunst. En zij willen ook dat de beschouwer zelf iets probeert te voelen en probeert te zien in de voorstellingen die zij maken. Het abstract expressionisme in Europa kun je ook opdelen in een aantal substromingen. En die substromingen die worden dan allemaal onder de grote noemer abstract expressionisme geschaard. Dat zijn de volgende substromingen. Cobra. Tachisme. En materie, schilderkunst of art informel. En we beginnen allereerst met Cobra. Cobra, de naam Cobra, komt van de eerste letters van de grote steden waaruit de schilders kwamen die deze groep vormden. Kopenhagen, dat is de CO, Brussel, BR en Amsterdam, de A. En samen vormen die Cobra. Zij schilderden voornamelijk mensen en dieren. En dat deden zij op een manier die heel erg lijkt op oude kindertekeningen en tekeningen uit primitieve culturen. Karel Appel zie je hier een werk van links. En Constant Nieuwenhuis, en daar zie je dat heel duidelijk in terugkomen, alle twee dieren als onderwerp. Ook hier spatten de kleuren van het doek af bij Cobra. Je ziet ook heel duidelijk, zeker bij Nieuwenhuis, bij Constant, zie je de grove kwaststrepen heel duidelijk terugkomen, die je ook zag bij het action painten in Amerika. Van Karel Appel, daar is een heel mooi mooie quote van, die staat ook in jullie boek. Die schilderde de kantine van het Amsterdamse stadhuis. En de tekeningen die waren nogal agressief en wild. En die werkten niet echt mee aan de eetlust. Hè. Mensen die hadden totaal geen zin meer om te eten in die ruimte. Vanwege de agressieve, wilde tekeningen die zij op de muren zagen. Hier zie je dat heel mooi terug. De inspiratie die zij haalden uit kindertekeningen. Je ziet Karel Appel, Mannetje met de Zon uit 1947. En Karel Appel, Vragende Kinderen. Vragende Kinderen is een relief. Als je goed kijkt, dan zie je dat het houten planken zijn waar houten blokjes op geplakt zijn. En die kindertekeningen die uiten zich in het volgende. Als je een kindertekening ziet, en als je een kindertekening van jezelf terugziet, dan ziet die er vaak als volgt uit. Je tekent dan poppetjes op deze manier. Een rond lijf met daarin ogen, neus en een mond. En armen en benen als streepjes met vaak bolletjes eraan als voeten en handjes. Dat noem je een kopvoeter. En die kopvoeters die zie je heel duidelijk terug in het werk van Karel Appel, Vragende Kinderen. En kijk maar eens naar vooral de figuur rechts bovenin. Ja, de armpjes met de handjes als ja, bijna takjes die eraan zitten. De grote vragende ogen. Natuurlijk spelen ook de kleuren die zij gebruiken een heel duidelijke rol. Ja, de felle kleuren, de grote ogen en de eenvoud van de tekeningen, van de schilderingen, lijkt heel erg op die van de kindertekeningen. Het is vooral een stroming die je terugziet in de schilderkunst, maar ook in de beeldhouwkunst. Karel Appel maakt ook beeldhouwwerken en ook die hebben dezelfde overeenkomsten. Eenvoudige, op kindertekening geïnspireerde voorstellingen. Felle kleuren en vaak ook werd er geëxperimenteerd met materiaal, zoals je ziet bij het werk van Henry Herup, Man met baard. Je ziet de topjes van een bierflesje,
Je ziet de borstel van een bezem, een stoffer en blik die compleet uit elkaar gehaald is. En die worden alle gecombineerd tot een mannetje met een baard. Ook een hele kinderlijke voorstelling om te zien. De kenmerken van cobra op een rijtje. Vereenvoudiging. Ze grijpen terug op primitieve kunst en kindertekeningen. Hier zie je dat heel mooi in het werk van Karel Appel, De Vrijheidsschreeuw uit 1948. Ook hier weer de grote ogen, de gestileerde vormgeving, de felle kleuren die gebruikt worden. Heel duidelijk ook in kindertekeningen te zien zijn. Het zijn vaak enorm kleurrijke schilderijen. Ja, net als het abstract expressionisme in Europa probeert het abstract expressionisme in Europa ook het gevoel aan te spreken. En dat gebeurt heel vaak met kleur. Nou, het werk van Asger Jorren zie je heel duidelijk dat de felle kleuren terugkomen. En ook zie je hier de spontaniteit van het schilderen, de actie van het schilderen in terugkomen. De harde kwaststrepen, waar we heel duidelijk die kwaststrepen terugzien in het schilderij. Cobra had ook vaak mens en dier als onderwerp. Dat zie je hier heel duidelijk in het werk van Lucebert, Orpheus en de dieren. Ja, je herkent iets wat linksonder wat lijkt op een haan. En je ziet een man met een Orpheus met een harp in zijn arm. En de nadruk lag bij Cobra op expressiviteit, de spontane actie. En ik ga je dat laten zien aan de hand van een filmpje van Karel Appel, Nederlands bekendste schilder uit de Cobra-beweging. En nou, dit filmpje zegt, denk ik, alles. Ik begin vanuit mijn materie, dat is sterf. Jij zoekers komt niet met materiële, die vervallen. Schilder is een tastbaar zin om te leven, een intens bewogen zijn door de vreugde en de tragedie van de mens. En meer in een gruwelijke essentie de ervaring, die in dit actieve zin is verspreider als gedeelde. Als een baar van deze baarse tijd. Je meest is mijn papa in mijn papa's zit. Heel duidelijk, je ziet heel veel overeenkomsten met Jackson Pollock. Ja, hij heeft alleen zijn doek nog net niet op de grond liggen, maar je ziet de enorme fysieke arbeid van het schilderen, de grove bewegingen die hij maakt, het bijna opsmijten van de verf. En als je goed geluisterd hebt, dan had Karel Appel het hier over ik schilder als een barbaar in deze barbaarse tijd. De
Tweede Wereldoorlog is met name een reden voor de leden van Cobra om terug te grijpen op de spontaniteit van kindertekeningen. Zij hebben allerlei verschrikkingen meegemaakt in die oorlog en willen terug naar de spontane actie. En dat is een heel duidelijke drijfveer van de Cobra-kunstenaar. En een ander kenmerk van Cobra is dat het experimenteel is. Het gebruik van verschillende materialen. En dat zie je hier bijvoorbeeld in een werk van Karel Appel. Het is een assemblage van olieverf op hout, kurk en andere materialen. Als je goed kijkt, dan zie je dat je rechtsbovenin ook nog spijkers ziet. En dat je tussen het balkje wat horizontaal over het werk heen loopt, dat er touw doorheen gespannen is door het kurk in dat balkje. En dat zag je in meerdere schilderijen terugkomen. Denk eventjes aan de houten blokjes net in het werk van Appel en Vragende Kinderen. Heel duidelijk kenmerk van Cobra. Dan gaan we naar het tachisme. Het tachisme is misschien nog wel het meest verwant met het Amerikaanse action painten. En tache komt van het Franse woord, of is het Franse woord voor vlek. En dat is wat je in al het werk van het tachisme wel centraal ziet staan. Waarbij het action painten de verf op het doek gedruipt werd. Daar werkt men hier vanuit een vlek. Ze laten verf neervallen op een doek. Dat maakt een vlek en vanuit die vlek wordt er een abstracte schildering opgebouwd. Als je goed kijkt naar het werk van Wals, beide werken zijn van Wals, dan zie je als je heel goed kijkt op verschillende plaatsen op het schilderij van die vlekken van waaruit de schildering ontstaan is. Wals staat voor, is een afkorting, staat voor Wolfgang, is een afkorting van Wolfgang Schulze, een Duitser, en dat is wel een van de bekendste tachisme kunstenaars. De kenmerken van het tachisme. De voorstellingen berusten op toeval. Ik zei het net al, net zoals bij het action painten, ja, als de verf gedruipt wordt op het doek, dat is voor een groot deel toeval. Nou, dat is bij het tachisme niet anders. Hè. Als je begint te werken vanuit een vlek die je op het doek hebt laten vallen, dan is dat toeval. Daar heb je geen controle over gehad. Gevoel en emotie spelen een belangrijke rol. Daar is dit een heel mooi voorbeeld van. Een werk van Jean Fourtrier, Tête d'Otage. En Jean Fourtrier was deserteur, die wilde zich niet overgeven aan de nazi's en liet zich door een vriend opnemen in een psychiatrische kliniek. En rondom die kliniek lag een heel groot bos en daar dat bos werd gebruikt door de Duitsers om krijgsgevangenen te martelen en te executeren. Nou, hij zag dat niet letterlijk, maar hij hoorde natuurlijk wel het geschreeuw en het gekerm van de gemartelde krijgsgevangenen. En dan maakt hij een hele reeks aan schilderijen, 33 om precies te zijn, waarbij die krijgsgevangenen en het lot van die krijgsgevangenen centraal staat. En zijn werk ziet er nog wel verontrustend en mismaakt uit. Ja, en hij probeert in dit werk heel duidelijk de gruwelijkheden van de oorlog centraal te laten staan. Nou, die Fourtrier, als je heel goed kijkt, dan zie je dat er in het werk, dat witte vlak, is een gipsen laag, zeg maar, waar overheen geschilderd wordt. En dat lijkt heel erg op materie schilderkunst. Je ziet ook dat een heleboel kenmerken van alle stromingen gelijk zijn aan elkaar. En vaak zie je ook dat schilders niet alleen werken in één stroming, ja, noem maar eventjes het tachisme bijvoorbeeld, maar dat je ook die schilders ziet werken in bijvoorbeeld de kenmerkende stijl van de materieschilderkunst of van Cobra. Kleurvlekken als uitdrukking van de gemoedstoestand van de kunstenaar. Nou, die kleurvlek die ontstond door de toevalligheid, ja, het neer laten vallen van vlekken op het doek. En je ziet hier weer een schilderij van Wals. En Wals die schilderde heel vaak als hij hallucineerde van de honger en de drank. Hij had ook een heel groot alcoholprobleem. En je ziet ook dat zijn voorstellingen vaak heel somber en zwaar aandoen. Hè. Echt, ja, je bijna somber, maken je bijna somber, de schilderingen. En Wals heeft ook heel veel te lijden gehad onder het nazi-regime. Hij wilde niet in dienst, was een deserteur, werd ook door iedereen opgejaagd en
kwam uiteindelijk terecht in een gevangenkamp. En mede door zijn ervaringen daar en door zijn depressies die hij daaraan overhield, maakte hij dit soort schilderijen. En zijn dus heel duidelijk een uitdrukking van zijn gemoedstoestand. Verder ook hier is het dagisme een experimentele stroming. Maakt zij heel vaak gebruik van verschillende materialen, zoals je net zag bij het schilderij van Fourtrier, de gipsen laag die op het doek zat. En zijn er heel duidelijk overeenkomsten dus met het action painting. De vlek die neerkomt op het doek, ja, het druipen zeg maar, is heel duidelijk een kenmerk van het action painting in Amerika. Dan gaan we naar de materie schilderkunst. En materie schilderkunst is eigenlijk in één woord, in één woord, dus wel heel kort door de bocht, is te vangen in het feit dat er niet alleen geschilderd werd met verf, met olieverf bijvoorbeeld, maar dat daar allerlei verschillende materialen aan toegevoegd werden. Jute, gips, stro, hout, noem maar op. Alles werd gecombineerd met olieverf op het doek. Je ziet dat hier heel duidelijk. Als je goed kijkt, dan zie je hout zitten. Je ziet gipsen plaat zitten. En dat gecombineerd met heel duidelijk de zwarte en gele vlekken van de olieverf. Dat zie je hier ook heel duidelijk terugkomen. Het werk van Bury, zak B. Dus jute waarop geschilderd is. En het werk van een Nederlandse materieschilder, Jaap Wagenmaker. Ook daar zie je jute in terugkomen. Bekraste gips waar die om de jute heen zitten en gecombineerd met olieverf. Nog steeds is dat gaande materie schilderkunst. Daar is de schilder Anselm Kiefer een heel mooi voorbeeld van. Je ziet hier een heel mooi voorbeeld van materie schilderkunst waar gebruik is gemaakt van natuurlijke materialen, bloemen. Palm Sunday heet het werk. Je ziet letterlijk een enorme palm en de palmboom, wordt in de schilderijenserie die erachter hangt gesymboliseerd door bloemen die hij op het doek geplakt heeft en waaroverheen hij schildert. De kenmerken van materie schilderkunst. Het is abstract. Er is geen herkenning zichtbaar in het werk van de materie schilderkunstenaars. Dat zie je hier heel mooi, het werk van Jaap Wagenmaker, Bewegende Materie. Geen herkenbare voorstelling. Wat zij wel zeiden is dat zij vonden dat het tijdsbeeld, de oorlog die zij hadden meegemaakt, dat niet in een figuratieve voorstelling uit te drukken was, maar dat dat alleen in gevoelens, in abstracte voorstellingen, die gevoelens moesten verbeelden, dat dat alleen op die manier zichtbaar te maken was. Kunstenaars verwerken de meest uiteenlopende materialen in hun werk. En dat levert een bepaalde textuur op. En hier zie je dat heel mooi in het werk van Tapies. Groot, zwart en bruin krakelé uit 1966. Daar is zand gebruikt, cement en olieverf. Maar ze gebruikten net zo goed jute, gips, bloemen, hout, kurk. Van alles werd er toegevoegd aan het schilderoppervlak. En dat levert dus een bewerkte en aangetaste huid op. Je krijgt te maken met het ontstaan van een relief op het doek. Hier zie je heel duidelijk dat het werk van Alberto Bury, de zak, of zak, een jutezak centraal staat. En omdat die is opengescheurd op bepaalde plekken, levert dat op een gegeven moment een relief op. Materialen hebben een bepaalde dikte en daardoor krijg je dus dat het doek niet meer compleet tweedimensionaal is, maar een tussenvorm, een relief. Gevoel en emotie spelen een belangrijke rol. Het tijdsbeeld niet afbeelden, maar uitdrukken. Ik zei het net al, ook hier werd er heel duidelijk inspiratie gehaald uit het feit dat zij zich wilden afzetten tegen de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en tegen de verschrikkingen van die tijd. En zij zeiden, je kunt dat niet in een figuratieve, in een herkenbare voorstelling doen, maar alleen maar je gevoelens te uiten op een abstracte manier. En dan moesten de mensen zelf maar hun gevoelens daar uitproberen te halen. Hier zie je een werk van Anselm Kiefer. Laat zich ook heel vaak inspireren door Nazi-Duitsland. Het werk heet Nuremberg. En als je goed kijkt, dan zie je dat daar heel veel stro is toegevoegd op het doek. Dat is heel duidelijk ook weer
een ander materiaal toevoegen aan de olieverf. En tot zover, dit was het abstract expressionisme in Europa.